Maartens niet. Mercier. Mercier, nee. Siquet. Nu dan. Het is 2-2. Het is echt 2-2. In de negenen. Eerst Meunier. Dan Maartens die zich in de tackle gooit. En uiteindelijk het overzicht. Als ik dat goed zie, is Thibaut Vlietink daar. En ondertussen Tamari met de voorzet. Dit moet het zijn. Dit is de goal van Sorikaba. Tussendoor naar Tamari. Dat is zeker geen buitenspel. En dan blijft hij achter de bal. Keurige goal. Hier is de penalty. Sorikaba staat achter de bal tegenover Schmid. Daar komt hij. En hij schiet hem binnen. En Kaba met zijn tweede van de avond zorgt voor 3-1. Toen kwam hij van de bank. Hij zit er nog even bij, Schmid. Maar hij kan hem niet uit zijn doel houden. Hard getrapt in de hoek. Hij die altijd terugvalt als de tegenstander aan de bal is. Ja, de kop stoot. En die gaat zomaar binnen. Ja, het is hem weer. Hij moet niet sorry zeggen. Hij komt er binnen. Ja, prachtig. Hij komt wel perfect binnen. Ja, dit te pakken voor Van Kronbrugge. Hij moet een paar stappen achteruit zetten. Niet te veel. 0-1. De bal is dit er voor Koffie. Koffie, opletten geblazen. Hij trapt hem zo. Op deze manier in de voeten van Mercier. Kaba met de kans. Kaba met de 0-3. Ze waken het helemaal af. En Sorikaba. Sorikaba. Dit kon hij niet meer missen. Onderwel een spits. Ja, maar dat toch wat in het... Dat was het plan natuurlijk. Agemon. Is daar nog een goede voorzet bij voor Mercier. Eén kans, twee kansen en dan Kaba scoort. En nu blijft de vlag wel laag natuurlijk. Tot een goede aanval, maar geen afwerking. Hier is Maartens. Mercier met ruimte. Mercier kan hem voorleggen. En Kaba met 2-0, geen buitenspel. Geen buitenspel. Sorry. Het zal dan die bal op Mercier geweest zijn, neem ik aan. Nee, dat is absoluut geen buitenspel. En hier blijft... Echt hard was dat niet. Makkelijke opraper voor Runarsson. We zitten aan de overkant bij Maartens. De voorzet is goed en is daar de goal van Kaba. Jawel. Verdedigt Maartens. Die gaat er echt wel heel makkelijk langs. Dat mag. En dan geeft hij hem voor. Kaba, hij moet het weer gaan doen. Dat is toch altijd moeilijk als je een tweede keer moet. Kaba trapt hem toch binnen. Trapt hem toch binnen. Hij heeft er eigenlijk 3 gemaakt. Want hij moest het 2 keer doen van op de stip. En bleef toch beheerst. Bleef toch cool. Dit is wat we zo vaak gezien hebben in die eerste helft tot aan de goal van Cercle Brugge. Hier is de norm meegelopen. Komt er een voorzet of niet? Hier is Kaba! Fluxe aanval van OH Leuven. En eindelijk nog eens één goede crossbal tot aan de overzijde van het veld. Waardoor er ruimte ontstaat. Ruimte onder meer voor de Norren. Die dan de voorzet aflevert. De perfecte voorzet.